welkom bij deze nieuwe video. Mijn gezicht is een heel klein beetje nog hier rood, want ik heb net gesport. En het blijft altijd even rood. Ik heb al gedoucht en alles, maar mijn gezicht blijft altijd nog heel eventjes rood. In ieder geval, vandaag ga ik een full face make-up doen met vegan make-up. Ik gebruik dus vandaag alleen maar make-up die vegan is. En aangezien de laatste tijd iedereen ineens vegan is, denk ik dat iedereen dit heel leuk gaat vinden. Ik weet dat al heel lang vegans bestaan hoor, maar de laatste tijd is het gewoon echt even een hype. En nou is ineens iedereen vegan, valt me op. Het is een hele gezonde, healthy lifestyle. Ik ben het niet, ik ben geen vegan, ik wil ook geen vegan zijn. Want ik hou van vlees en ik weet niet wat ik zou moeten doen zonder vlees. Maar ik dacht, ik kan zeer zeker wel een make-up look maken met alleen maar vegan make-up. Want ik denk dat vooral veel vegans daar wel behoefte aan hebben. En ook gewoon mensen die geen vegan zijn, maar misschien het willen worden. Of alleen maar vegan producten willen gebruiken. Is zo'n video wel handig, want dan kun je zien welke brands echt vegan zijn. En je hebt ook brands die niet vegan zijn, maar wel een aantal vegan make-up producten hebben. Dus ik dacht, ik maak gewoon zo'n video om iedereen een beetje op de hoogte te stellen van wat er allemaal vegan is. Er is ook echt een verschil tussen vegan en cruelty free. Cruelty free houdt in dat de make-up niet is getest op dieren. Maar vegan houdt echt in dat er geen enkel dierlijk product in zit. Dus helemaal niks. Dus dat is een beetje het verschil, zover ik weet. En ja, we gaan er gewoon weer vandaag een leuke heftige look van maken. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga vandaag weer beginnen met mijn ogen, omdat het weer best wel een heftige look wordt. Een brand die volledig vegan is, is Jeffree Star Cosmetics. En ik heb hier van hun het Alien paletje. Dit paletje is echt super cute. Echt een collector's piece. Met hele mooie, vooral een beetje groenige, aparte kleuren. Het is echt wel een apart paletje. Het is niet echt voor je everyday looks. En je hebt hier ook een handige spiegel. Dit paletje is ook echt zo 3D. Kijk, dit komt er echt uit. Ik hoop dat je het kunt zien op beeld. Kijk. Dus het is echt een heel apart paletje. Ik heb hem al een tijd en ik vind de kwaliteit echt goed. Ik moet zeggen dat ik van de hele brand tot nu toe alle paletten die ik heb gehad goed vind. Dus dit stelt echt nooit teleur. Dus ik ga hiermee vandaag een look maken. We gaan even inzoomen op de ogen. Oké, ik ga beginnen met het primer van mijn ogen zoals ik altijd doe. Normaal gebruik ik daarvoor of mijn MAC Soft Ochre of mijn P. Louise Base. Maar die zijn dus allebei niet vegan. Dus ik gebruik vandaag een concealer van Elf Cosmetics. Dit is een betaalbare brand en ook totaal vegan. Dus ideaal. Dit is de hele fijne Cameo Concealer in de kleur Medium Sand. Dus hiermee ga ik even mijn ogen primen. Ik ga vandaag een volledige cut crease maken en ik gebruik een beetje cool tone-achtige kleuren met een groene lijn. Dat is een beetje wat ik vandaag wil gaan doen. Ik ga beginnen met de zwarte matte kleur hier beneden, die heet Black Hole. Yo, kan ik nog sneller praten? En die druk ik dan zo in de concealer. De concealer is nog nat, waardoor dus de kleuren beter blijven plakken en wat heftiger en gepigmenteerder aanbrengen. Nou, dit ziet er prachtig uit. Dan ga ik de randen een beetje blenden met de kleur hier. Die is een beetje grijsbruinachtig. Die heet X-Files. En die kleur breng ik dan een beetje aan zo langs de randen. En dan blend ik het een beetje. Dan pak ik een beetje een platte fluffy kwast. En dan weer die kleur X-Files. En dan ga ik daarmee ook weer langs de randen om het heel goed te blenden. Randen, zei ik nou randen? Ik bedoel randen. Dan pak ik weer die Elf Concealer en mijn NYX kwast nummer, wat was het ook alweer? 14. En daarmee ga ik een hele cut crease maken. Dan pak ik deze licht matte nude kleur, die heet Titan. En die kleur druk ik dan in waar ik de cut crease helemaal heb gedaan, op het hele ooglid. Oké, dan is het tijd voor de groene winged liner. Ik ga voor die winged line de twee groene matte kleuren gebruiken. De lichte hier, die heet Abduction. En de iets donkerdere groene hier, die heet Flying Saucer. En dan maak ik gewoon een winged line zoals ik het normaal ook zou doen. Oké, wacht. Ik maak even mijn nat kwast. Ik maak even mijn kwast nat met fixing spray. Dan komt er iets meer pigment vanaf. En voor de rest van de wing gebruik ik die kleur Flying Saucer. Oké, de twee groene wings zijn gemaakt. Ik vind het heel leuk. Ik ga weer in met de kleur, gewoon de zwarte matte kleur, Black Hole. En dan maak ik ook nog op de wing een zwarte lijn zo eroverheen, soort van. Maar niet te hard, ik druk niet hard. Gewoon een hele soft zwarte lijn. En dan om de cut crease nog strakker te maken, pak ik weer een beetje van die zwarte kleur en breng ik ook zo'n lijn aan over de cut crease. Nou, de look was echt een gedoe, maar het is gelukt. Even kijken, nou pak ik even een make-up wipe. En dan ga ik zo hier zo mooi strak trekken.
Als mascara gebruik ik mijn Blowout Cannabis Mascara van Revolution. Revolution is wel helemaal cruelty free, maar niet helemaal vegan. Deze mascara echter is wel vegan. Als nep wimpers gebruik ik mijn Babydoll wimpers van de Primark in de stijl 747. Deze zijn volledig cruelty free en vegan. Staat ook hier beneden op. Dus heel betaalbaar en vegan. Dat is altijd een goede mix. Ik ga ze even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Voor nu even klaar met de ogen. Ik ga beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen met mijn Milk Grip Primer. Milk is ook volledig vegan. Dus dat is ideaal. Al hun producten zijn vegan. Echter is het hier niet te koop. Dat is wel jammer. Ik heb het gekocht bij Sephora. Dus mocht je daar ooit heen gaan, deze primer is zeker een aanrader. Als foundation gebruik ik mijn Wet n Wild Dewy Foundation. Ik heb hem nog steeds in de kleur Golden Beige. Wet n Wild is niet volledig vegan, maar ook weer zoals Makeup Revolution hebben ze wel een aantal vegan producten. En deze is daar één van. En ik blend dit vandaag in met mijn Tati Beauty Blenderful. Als je niet snapt wat dit is, ik heb er een hele video over gemaakt. Maar dit is gewoon een puff die je gewoon voor alles kunt gebruiken, basically. Als concealer gebruik ik weer mijn ELF concealer die ik net ook heb gebruikt voor mijn ogen. Als poeder gebruik ik mijn opnieuw ontdekte Nabla Close Up poeder. Dit merk is niet compleet vegan, maar deze poeder wel. Ik ga ook wat poedercontour aanbrengen met mijn Kat Von D Shade & Light Palette in de kleur Deep. Deze brand is ook compleet vegan. En als lichte pressed poeder gebruik ik deze matte base poeder van Revolution in de kleur P2. Het is ook handig dat er op heel veel make-up gewoon op de achterkant staat of het vegan is of niet. En hierop staat ook cruelty free en vegan. Dan ga ik heel even de ogen afmaken. Ik pak weer die twee donkere kleuren die ik ook hier heb gebruikt in de cut crease. Dus deze lichte kleur en de zwarte kleur. En die breng ik allebei aan op de onderste wimperrand. En dan ook weer die Revolution mascara voor op de onderste wimpers. Dan pak ik ook nog deze hele lichte glanzende kleur hier in de hoek, Pluto. En die breng ik aan in mijn binnenste ooghoeken en een beetje onder de wenkbrauw. Als bronzer gebruik ik mijn ABH bronzer. ABH is niet compleet vegan, wel compleet cruelty free. Maar deze bronzer die ik hier vast heb is wel ook vegan. Dus dat is ideaal. Ik heb hem in de kleur Rich Amber. En dit is echt een hele mooie bronzer. I like it. Die ga ik aanbrengen over mijn hele gezicht. Misschien ook leuk om te weten, heel veel brands zijn dus niet officieel compleet vegan. Omdat ze vaak biowax doen in hun producten. En als dat erin zit, dan ben je dus officieel niet meer compleet vegan. Maar nog wel gewoon cruelty free, omdat je niet op dier test. Als blush gebruik ik de Baked Blush van de Kruidvat huismerklijn. Deze lijn is ook compleet vegan. En ik heb hier de blush kleur 20. Als highlighter gebruik ik dit fantastische paletje van MUA Cosmetics. Hun hele lijn is ook compleet vegan. Al hun make-up is vegan en cruelty free. Dus dat is ideaal. Dit paletje heet Golden Lights. En dit is echt een van de heftigste betaalbare highlighter paletjes die ik ooit heb gezien. Ik vind het echt amazing. En ik mix deze twee kleuren samen. Kijk even hoe mooi dit is dan. Is het niet echt een prachtige glow? Love it. Voor de lippen heb ik een lippencombo van NYX Cosmetics. NYX Cosmetics is wel compleet cruelty free, alleen niet compleet vegan. Maar de drie producten die ik vandaag opdoe zijn alle drie vegan. Ik begin met de NYX Suede Lip Pencil. Deze heb ik in de kleur London. Dan heb ik hier de NYX Slip Tea Lipstick in de kleur First Date. En dan ook nog de NYX Lingerie Clear Lip Gloss. Deze is gewoon clear, alleen ja, hij is van kleur veranderd door alle lipsticks eronder. Deze ga ik ook nog erop aanbrengen. Als laatste als fixing spray gebruik ik de Revolution Hyaluronic Fix Fixing Spray. Deze is ook vegan en cruelty free. Als iets vegan is, is het ook automatisch cruelty free. Nou, dit was dan de look. Wat vinden we ervan? Lekker weer een heftige, beetje cool tone look met een
groene twister aan. Ik vond het weer heel leuk om de video te maken en ik ben ook heel blij met de look. Zoals je kon zien vandaag heb je dus echt een heleboel vegan brands. En ook een heleboel brands die niet per se vegan zijn, maar wel toch een heleboel vegan producten hebben. Dus dat is helemaal top, top, top. Ik persoonlijk merk ook niet per se heel veel verschil of zo als iets vegan is of niet vegan. Het is niet dat als het vegan is het slechter is of zo, totaal niet. Het is gewoon allemaal goede make-up. Wat ik vandaag allemaal heb gebruikt, vind ik ook goede make-up en I love it. En ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video en het leuk vond. Als je een deel 2 wilt zien van dit, let me know, want dan maak ik die met alle plezier. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!